staan hier bij het nieuwe ijsberenverblijf van Ouwehands Dierenpark. Het is vorig jaar gerealiseerd en we hebben hier getracht om op een zo natuurlijk mogelijke wijze het leefgebied van de ijsberen na te bootsen. Nou, zoals je kunt zien, de ijsberen die zitten achter een glaswand van ongeveer 7 centimeter. Daarmee brengen wij de bezoeker dus letterlijk en figuurlijk neus aan neus met onze ijsberen. En wij hebben hiermee aangetoond dat ook in gevangenschap er voor dieren gewoon een zo natuurlijk mogelijk verblijf gebouwd kan worden. Vergeleken met de zorg en aandacht die deze ijsberen van hun baas krijgen, komt de doorsnee werknemer er over het algemeen maar bekaaid af. Het is toch vreemd dat we wel bereid zijn om veel geld en moeite te stoppen in dierenverblijven, maar dat investeren in de kwaliteit van onze werkplek veelal een sluitpost is. Als reactie op de energiecrisis in de jaren 70 hebben wij onze vertrouwde werkomgeving verruild voor steriele werkplekken in energie-efficiënte gebouwen. Werkstress en burn-outs zijn zo langzamerhand een alledaags geaccepteerd verschijnsel geworden. Maar valt daar niets tegen te doen? Gedrags- en omgevingspsychologen gaan ervan uit dat de belangrijkste oorzaak van gezondheidsklachten in moderne kantoorgebouwen te verklaren valt door een volledig ontbreken van contact met natuurlijke elementen. Binnen het vakgebied van arbeidsveiligheid en gezondheid zoekt men de verklaring voor deze zorgwekkende ontwikkeling bij de effecten van de industriële revolutie. Een beklemmende illustratie daarvan is de zogenaamde gevaarstoffenwand op de permanente tentoonstelling DASA in Dortmund. Van top tot teen volgepakt met formules van de duizenden gevaarlijke stoffen die te vinden zijn op arbeidsplekken in de Duitse Bondsrepubliek. Gelukkig is er af en toe ook goed nieuws. Eind 1989 verraste de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de wereld met de uitkomst van een opzienbarend onderzoek. Doodnormale kamerplanten zijn in staat om gevaarlijke stoffen uit vervuilde lucht te zuiveren en weer geschikt te maken voor gebruik door de bemanning van ruimteschepen. Wereldwijde publicatie van het NASA-onderzoek zorgt ervoor dat steeds meer mensen het belang van planten in gebouwen gaan inzien. Voorbeelden van kantoorgebouwen waar desondanks geen rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers liggen helaas nog steeds voor het oprapen. Gelukkig kan het ook anders. Een ander goed voorbeeld is de stadsbibliotheek annex cultureel centrum van het Duitse Herten, waar planten de functie van conventionele airconditioning systemen hebben overgenomen. Of het kantoor van de Verenigde Zorgverzekeraars te Dresden, waar planten fungeren als belangrijke regelaars van temperatuur en luchtvochtigheid. In het centrum van het gebouw groeien planten vanaf de begane grond tot aan de bovenste verdieping, zodat alle medewerkers zicht op planten hebben. Eveneens een geesteskind van de Tübingse architect Dieter Schemp. Wenn Sie neu bauen, ist es unbedingt notwendig, dass in der Planung die Begrünung ab Vorentwurf mit integriert wird, weil es sind verschiedene Abhängigkeiten notwendig. Wenn wir Solararchitektur planen, brauchen wir Spezialverglasung an der Fassade. Und die hat einen guten K-Wert, also zum Beispiel 0,8. Aber der G-Wert, das heißt der Lichtdurchgangswert, ist ein anderer. Das heißt, ich muss die Bepflanzung auf die Verglasung abstimmen und muss dann entscheiden, ob ich Mittelmeervegetation nehmen muss oder tropische Vegetation nehmen muss. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Pflanze zu wenig Licht bekommt, dann stirbt sie. Het hoofdkantoor van ingenieurs en adviesbureau DHV in Amersfoort. Hier heeft de architect bewust een overvloeiend effect gecreëerd tussen de natuur rond het gebouw en de interieurbeplanting op de werkplek. Naar planten zijn, voelen mensen zich prettiger. Wij zijn in staat geweest om vanuit DHV een onderzoek daarna te doen. En uit dat onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat mensen met planten in hun omgeving zich lekkerder voelen op die werkplek
en ook productiever zijn. Met name hebben we een relatie gevonden als het gaat om beeldschermwerk. Mensen die langer dan 4 uur aan beeldscherm werken, voelen zich aantoonbaar, prettiger en zijn productiever. De Noorse onderzoekster Tove Fjeld toonde aan dat planten op de werkplek resulteerden in 30% vermindering van het symptoom hoofdpijn. I was lucky to get a cooperation with the Norwegian oil company Statoil, which offered me to use 60 of their employees. And we started out with investigating how plants could affect health complaints among these office workers. And we found as a mean 23% reduction in health complaints. After that investigation, I got in contact with the Norwegian Radium Hospital, which had a department, in fact, the X-ray department, where the work situation was rather poor for the employees. We had a lot of absence from work here because of headaches and sinusitis and sore eyes and trouble with the ear. And we decided to do something with it, and we bought in a lot of plants and the full spectrum light, and to our pleasure we saw that the illness and the absence by the people who are working here went down from 15 till 5% during a period of only 3 months. And the sickness has been on that level since then, and that's now 4 or 5 years ago. Als we er met z'n allen in slagen om levende planten terug te brengen op onze werkplek, dan zal zich dat uiteindelijk vertalen in minder gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, meer plezier in het werk en in betere arbeidsprestaties.